Ik ga vandaag een huis bekijken aan de Zwiftstraat. Dat is een hele leuke locatie om te wonen. Een groenende omgeving, een paar fietsminuten vanaf het centrum. En fiets je de andere kant op, ben je binnen een paar minuten in het bos. Het is een hele rustige, verkeersluwe straat. Nummer 31. Het is een 201 kapper. Hij is gemoderniseerd, veel ruimer dan je van de buitenzijde zou verwachten. En ook de kavel is heerlijk royaal. Kom maar eens bij. Parkeren kun je naast het huis of in de garage. Ja, en die woonkamer is natuurlijk meteen al een enorm pluspunt, hè? Grote woonoppervlakte, op de volle breedte uitgebouwd. Moderne mooie vloer, eigentijdse kleurstellingen. Ja, dat begint al goed. Ja, in de meeste woonkamers zou zo'n bankstel niet passen, maar hier wel. En zo'n tafel normaal ook niet. De keuken die bevindt zich aan de straatzijde. Het is een ruime keuken met een blok in een U-opstelling. Ook hier moderne kleurstelling en het blok is van alle gemakken voorzien. Net als beneden ziet het er ook boven gewoon heel goed uit. Ook hier gemoderniseerd, mooie vloer, wanden, plafonds, ziet er top uit. Op deze verdieping vind je 3 slaapkamers en de badkamer. En deze slaapkamer is in gebruik als oude slaapkamer. De oude slaapkamer is lekker ruim en dat geldt zeker ook voor deze kamer aan de voorzijde. En heb je hiernaast, dat zag je net, nog een kleinere slaapkamer. Ook daarvan is de oppervlakte goed. Ja, en in zo'n ruim huis is natuurlijk ook de badkamer groot, hè? Een luxe douchecabine. Je kunt hier zelfs in bad. Dubbel wastafelmeubel. En een vrijhangend toilet. Ja, dat is nog niet alles, want er is nog een verdieping. Ja, en ook deze verdieping is lekker groot. Een grote voorzolder, een technische ruimte en dit, een 4e slaapkamer. Ja, zoals ik al zei, de tuin is gewoon lekker groot. Hij is mooi ingericht. Meer dan voldoende zoninval hier. Fijne plek om te zitten, hoor. Ja, het is gewoon een heerlijk royale woning. Een grote tuin in een fijne woonomgeving. Zoek jij dat? Dan moet je hier heel snel komen kijken.